kijken. Ja, blij en onbekommerd. En dat zeg ik, echt een onbekommerde jeugd gehad hier. En een mooie jeugd. Ik woonde hierachter, dit is de Torbekkenstraat. En opa en oma die woonden op het hoekje. En nog weer 100 meter verder stond de Prins Willem-Alexander School. En op dit, nou ja, op dit pleintje voetbalden we. Dus echt op een postzegeltje van Harlingen speelde zich dat af. Was er al veel politiek bij jullie? Nee, totaal niet. Het was toen nog echt onbekommerd. Ja. Ja. Wel grappig, hè? In deze kantine heb ik ook 6 jaar middelbare school gezeten. Dus je bent Ja, ik heb al 6 jaar nou ja, natuurlijk hartstikke mijn best gedaan op school. Doe je best. Gaat hartstikke goed. Dankjewel. Ja, zet hem op hier. Ja. Fraaie pand uit 1730. Hier aan de Noorderhaven. Misschien wel het mooiste plekje van Friesland. Ja, en dit representeert wel een beetje de trots van Harlingen, hè, dit pand. Jongetje van 21 kwam ik hier voor het eerst binnen. Net was gekozen. Hoe was dat? Wees dat nog, hoe dat was? Ja, nou ja, ik heb nu de laatste dagen ervaar ik wel weer iets van de spanning die ik toen ook had. Hè? Van wat voor wereld stap ik binnen? En ja, ik stond op plek 5 van de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid. Dat was in de tijd van Wouter Bos, hè? Dus overal pakte de Partij van de Arbeid grote verkiezingswinsten. En ik kwam zodoende, maar wel op eigen kracht. Ik pakte gewoon mijn voorkeurstemmen. Kwam ik de gemeenteraad in. Wat was die werk? Nou ja, hier. Op het scheepswerf. Scheepswerf Intervak. En de metaalbewerking. Boten bouwen, zoals ze dat in Harlingen zeggen. Toen een jaar of 7, 8 als jonge hier werkt. En ik heb hier misschien wel meer geleerd als op die universiteit. Hier een mooie ploeg jongens, een man of 30, 40, die mooie producten vervaardigden. Hè? Nog met, echt met de hand. Ja, onmiskenbaar. Het grootste dieptepunt hier was de hele rekdiscussie. En dat was niet één moment, maar dat heeft zich natuurlijk, en de rek is er afgelopen natuurlijk. Maar dat heeft zich jarenlang voortgesleept en dat leek er ook wel even op alsof dat was niet alleen een discussie waar mensen het met elkaar oneens waren, maar dat zorgde echt voor 2 kampen in de stad. En echt voor verdeling, en die voor langere tijd. En nou, ik denk dat we met z'n allen ons moeten inspannen om dat nooit meer te laten gebeuren. Open. En dan was er Harlingen. En Harlingen was wel echt de club van de arbeiders. Is dit nou ook een stukje van dat gevoel wat ik bedoel? Ja, ja, voor mij wel. En voor een hele hoop Harlingen is nog steeds. Mooie rood-witte shirt. En mijn jongens waren ook echt trots om dat te kennen dragen. En hier is ook, eigenlijk de politiek begonnen. Want hier stond de kantine. En het duurde natuurlijk tot na mijn 18e voordat ik daar ooit eens een potje bier kreeg. Nou, ik kwam wel in aanraking met een man als Wiebe van Dijk. Die het hier op deze plek, het die mij eigenlijk stimuleert om eens een keer te komen bij een Partij van de Arbeidsvergadering. Naast! Ja, ik heb heel wat mist in mijn leven. Maar dit was een mooie voorzet en dat is ook belangrijk. Plan Zuid is wat mij betreft echt een voorbeeld van een geslaagde wijkaanpak. Waar zowel gemeentes als corporaties, maar ook inwoners
gedurende een lange periode hebben gewerkt aan wijkverbetering. En nou ja, die wijkverbetering is nog niet helemaal klaar. Het laatste jaar is in ieder geval het plan van aanpak gekomen voor de realisatie van de laatste 93 woningen. En dan is het ook echt af. En dan hebben we een mooie, groene, diverse wijk. Hè, waar gewoon ook de sociale balans veel beter is. Vroeger was dit wel een soort van monocultuur. Hè, waar een hoop mensen met problemen. Daar moet plek voor zijn hoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar dicht op elkaar zaten. En dat gaf die wijk ook een slechte naam. En nu is het een plek waar verschillende groepen in de samenleving. Verschillende inkomensgroepen ook. Vlak bij elkaar wonen. En ze ook elkaar kunnen optrekken. En ja, dat alles in een mooie groene omgeving. We hebben dat ook een beetje gefaciliteerd met een wijkgebouw. Nieuw-Zuid. En dat, nou ja, ook daar vindt een hoop plaats. Hè? Een hoop sociaal-maatschappelijk werk. Een hoop ontmoeting. Een hoop ontwikkeling. Dus daar ben ik wel een beetje trots op. Bijblijft is natuurlijk gewoon de Dollships race die we hier twee keer hebben gehad in Harlingen. Dat waren echt gewoon, ja, was gewoon 4 dagen genieten. En heel Harlingen genoot. En geniet nog steeds wel van die herinneringen. Maar ook wel de verkiezingswinsten die we hier hebben gevierd. En inhoudelijk zijn er denk ik genoeg plannen waar we met een beetje voldoening op terug kunnen kijken. Ik wens de Harlingers, maar ook de Wijnaldemers en de Middelmers natuurlijk ook. Wens ik ongelooflijk veel voorspoed toe. Ik wens ze veel welvaart toe, veel geluk. En ja, een soort van boodschap die ik ook nog wel af zou willen geven is van... wees vooral trots op deze gemeente en alles wat hier is. Hè. Het is echt prachtig. Jullie hebben echt goud in handen. En wees daar trots op, draag het uit en werk samen aan het versterken van deze mooie stad en die twee dorpen. O mooie oude havenstad, die sfeer van jou, die doet me wat. De lucht, de zee, het water, mooie stad aan het wat. Dat gevoel, wat ik bedoel, dat begrijpt een ander niet. Maar als Harlinger geboren, raak je dat nooit meer kwijt. Dat gevoel, wat ik bedoel. Kom je weer terug? Ja, het verhaal met Harlingen is nog lang niet uit.